Yo beste kijkers, welkom weer bij een nieuwe aflevering van DJ Fishing Team. Ik ga vandaag snoeken met Wietse. Ik ben alvast wat plugjes aan het pakken. Hengeltjes staan klaar, tas. En we kunnen gaan. Gaan voor een paar dikke snoeken. Ja mensen, dames en heren. Chit even een keer een snoek. Dat is echt niet te 6 jaar geleden, want hij heeft pas 1 snoek gevallen in zijn leven. Oh, ja, gaande. Ik ben geen meeste plugger man. Gaande. Kijk jongen. Zullen we even kijken? Is die mooi? Best een dikke. Zo. Heb je een meedoen mee dan? Nee. Kan jij de kiel even doen? Ai. Ik ga dat doen. Hij zit wel een beetje raar. Doe even ik zet de camera neer. Doe ik mijn handschoenen uit. Pak hem achter de kop. Ja, moeten we even daarin. Kom. Kijk shit. Hoe voelt het nou? Ja, dat voelt het. Zo. Ik schrik me. Ja. Hoe voelt het nou zo'n aanmeter? Dat is heel lang geleden. Dat is heel lang geleden. Kom maar hier, doe hem hier. Ja. Al krijg ik boete, krijg ik wel een vijfje. Nee. Door die snoek. Je hebt het gewoon niet gekeken. Oh, dat is echt nog best een dikke. Hey, pas op, waar gaat springen? Raad zit achter zijn kiel. Pak hem gewoon achter zijn kiel. Achter zijn kop? Ja. Hoe zit die nou weer? Pas op. Zo, tevens, ik schrok me dood. Je zei het, hè? Dit is de laatste worp. Dat is echt de laatste worp, man. Oké. Die dreft het in zijn oog. Wow. Dat is ook goed. Oké, Snoepie. Kom maar hier. Zo. Wie? Pak hem, ja, man. Ik heb die camera. Leg die camera, man. Andersom. Anderhand natuurlijk. Yo, pak hem. Zo, dames en heren. Ja. Kijk dat beest. Nee, je moet hem naar je toe knijpen. Ja. Ja, juist. Kijk dan. Kijk eens. Dek. Ja, echt wel een mooie snoek. Zo, we zullen hem even dichtbij laten zien. Die is van 85, denk ik. Ja, het mooie, we hebben geen meet in mee. Nee. Dag eens, hou eens een beetje recht. Ja, hij is een beetje gaar. Juist. Zo, mooi jongen. Netjes gek. De kop laten zien. Wow. Wow. Oké, maak even nou, een fotootje. Ook een snoek. Zodat hij niet beschadigt. Zoom lekker in de mat. Terug naar het water. Stakaal niks. 5-foutbare mat. Handig compact om mee te nemen met snoeken. En daar gaat hij dan. Kijk, daar gaat hij. Lekker! Netjes man! Lekker bijkomen! Ja, dit is heel grappig! Hey! Kutbietje, daar gaat ie! Hoi, netjes! Hey, lekker man! Lekker man! En draai hem snel binnen en beschrijf het even, hoe ging het? Kijk, zal ik het voor doen? Doe de worp even voor. Ja, dat was niet echt een worp. Oké, okay, maar... daar kwam die. En toen? Zo deze snelheid. Bam! Maar ja. Beam! Beam. Je hebt wel een meesterburger vandaag. Ja man. En zo. En zo naar Moula B. En Ruben Pels. Netjes hoor. Tot ziens. Hey. Wat zei jij nou uit te doen? Sorry, nee, daar waren we mee gisteren. Ja, ik heb nu een mooie rapolla. Er zit ook een kommeltje in, ramp. Dat vinden die snoekjes al wel lekker. Maar ik zou even laten zien waar we allemaal mee vissen. Doe jij dat? Deze tijd van kou. Je ziet ook mijn lekkere ukzaal. Lekker warm. Oké, okay, nou, we hebben hier een paar doosjes. Deze van mij. Ja. Die is van mij. Kijk, dit is mijn jerkbait doos. Zo! Hier, kijk nog een keer. De Henk Simons, ja, een trollhengel is het. Maar er zit ook zo'n dingetje aan en hij is lekker stug. Dus je kan er goed mee jerken. Lekker. Je moet zorgen dat je dan een gevulgd rijtje op hebt. Je kunt hem lekker sterk, dat je gewoon een bonen kan uittrekken als het moet. Maar ja, ik heb hier dus rappers. Dit is mijn favoriete kleurtje. Er zit ook al eens helemaal vol met tanden en ja, er zit ook echt goede rammel in. Ja, dan hebben we. We hebben een BBZ swim een beetje. Controle is dat ook wel lekker. Kan lekker bewegen. En
een beetje rubber. Dat is alles in. Plastic. Dan heb ik hier, dit is mijn all-time favorite. Zelfgemaakte jackbait. Ik heb helemaal onder de krassen. WVDS staat erbij nog. Ja, ik ben alleen maar helemaal trots. Ik heb 94 is opgevangen. Kleine niet. En nog een beetje buggies. Als dit chitters doosje, dat is natuurlijk niet van soep. Nee, chitters, een beetje arm. Dat is als ik kijk, hij is al kapot. Hij is roze. Want ja, daarin zit skere tijden. Zulke dingen. Toneer mij bij chitter van de schee. Of altijd welkom. Skere spinnetjes. Hé, hey, maar wie hebt er net wel een snoek gevangen? Er zitten wel een paar mooie dingen bij. Deze bijvoorbeeld. Mooie actie. Lekker man. Ja, mooi. Hey, we gaan weer lekker snoepen. Dus, daar vissen we een beetje mee. Dus even kijken wat ik nu op kan knallen. Ik zou voor die rapper gaan. Denk je? Ja. Zo mensen, ik ben weer op een andere stack. Ik heb net vlak voor het eind een aanweer gekregen. Ja, een mooie snoep van 80 centimeter. Maar hij was vlak voor mijn voeten, dus hij haakte niet goed. Helaas, want ik was de pug alweer omhoog aan het halen. Maar ik daarna weer 1000 keer werpen, maar toen pakte hij hem niet meer. Dus we gaan het hier even proberen. Nieuwe stack. Shit, heb je pas een snoek gevangen. En als shit kan, dan kan ik het zeker. Dus dit purgje hebben we nu vertrouwen. Dus we laten die lekker aanhangen. Mooie realistische vorm. Centimeter of 12. Dus ik heb nu een spinhengeltje mee. Kreeg je niet meer mijn ril. Ik kom met kleinere purgjes vissen. En hier moet het gebeuren. Er zitten een paar mooie snoekjes, heb ik gehoord. We hebben er al eentje gezien. Dus het moet goed komen. Ja jongens, kijk eens wat we hier hebben. Een mooie snoekie. Hij is heel zacht gehaakt. Dus ik ga hem snel pakken, maar hij is niet zo groot. Hij dook er net een keer in mis. En ik werp nog één keer en heb hem af. Dus hier ben ik echt blij mee. Ik ga hem even uit het water halen. Hey, jongens, zal ik hem zo nemen? Hey, jongens, zo nemen? Ja. Dat is niks te doen, hè? Deze is het, hè? Nee, hij staat heel aan. Kijk hier, de tijd. Die loopt al. Dus eerst oh god, hij staat te filmen. Ja, jongens, mooie snoekie. Denk centimeter op 50. Ja, zeker. Zo. Hopelijk. Ik zal maar even snel wat maken. Ja, ik heb beter zo nemen. Dan heb ik hem. Ja, dan heb ik hem toch. Die grote niet. Ga je hem teruggooien? Ja, zeker. Je ziet hem hier. Hij is gepakt door een al grotere stof. Ja. Die had gewoon, die kent zijn kleintje op. Dus even snel een fotootje maken. Ja, hier bijt hij dus op. Ondanks dat hij in zijn rust raakt, zitten er toch flink wat tanden op. Dus ik denk dat hij hem eerst in zijn bek had en toen schoot hij los, schoot hij in zijn rug. Dus dat is geen valse haak in principe. Want hier zaten nog geen tanden op. Ja, zo is het goed te zien. Dus, dat is toch een mooi gevoel. Eens wat ik heb. Nou weer pak. Echt de kleinste snoek die ik ooit heb gezien in mijn leven. Ik ga hem even uit. Dames en heren, zie je hier? De allerkleinste snoek van mijn leven. Is toch niet normaal? Ik moet bijna inzoomen. Ik ga hem maken. Kiel geef met één vinger. En ik ga hem terugbrengen naar het water. Waar die tijd wordt. Hopelijk ga ik niet op mijn bek. Kijk, en daar gaat hij. Papa! Kleine niet eerst, grote niet weer. Nou jongens, dit was de video weer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Snoekvissen met wiets en chitten. Ja, we hebben toch bewezen dat niet alleen Daniel de meeste burger is, maar dat wij er ook wat van kunnen. Vond je hem nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En laat ik zeker weten in de reacties of je snoekvideo's nou leuk vindt. Want we hebben er nu al een paar online gezet dit jaar. Of dat je zegt van ja, doe dan maar minder video's en ga alleen op karpen. Kan ook natuurlijk. Dus wees eerlijk en zet in de reacties. Daarom zou ik zeggen tot ziens en later.